Hallo, welkom bij de eerste van een serie van drie delen over de geestelijke gaven. Zie het als een voorwoord bij het uitpakken van het cadeau. Dus het uitpakken van een idee over jouw geestelijke gaven, talenten en verlangens voor en in het werk van de Heer. De serie is getiteld dus Het cadeau van de Heilige Geest. En vandaag deel 1 van deze serie. Heilige wie? We lezen namelijk in de Bijbel herhaaldelijk hoe God optreedt in de levens van de mensen. Hij stuurt profeten, koningen en heeft bij monden van Jezus Christus beloofd dat wij als volgelingen van Jezus de trooster zouden ontvangen. Misschien dachten de discipelen toen ze dit hoorden dat de geest van God alleen hun traantjes zou wegvegen, omdat hun rabbi, hun heer, was weggegaan. Dat was gelukkig wel een bijwerking, maar was niet het einddoel. Nee, Jezus had ze namelijk ook verteld over het feit dat de Heilige Geest zou adviseren, zou overtuigen, zou bekeren en kracht zou geven daar waar nodig. Maar de ongelofelijke impact van deze derde Godspersoon, als zijnde onderdeel van Vader, Zoon en Heilige Geest samen als God, de ongelofelijke impact van de Heilige Geest op hun eigen ik, hun persoonlijkheid, hun karakters, hun manier van werken, maar ook op hun als groep, hadden ze waarschijnlijk onderschat. Maar het was onmiskenbaar. Dit kan ook gelden voor ons. Mits we natuurlijk begrijpen wie de Heilige Geest is. Ik wil daarom vandaag graag met jullie kijken naar drie aspecten van deze Geest van God, die volgens mij van essentieel belang zijn voor het begrijpen en het kunnen inzetten van het cadeau dat wij van deze Geest ontvangen. Ten eerste, de Geest is machtig. Volgens Handelingen hoofdstuk 1 belooft Jezus de Geest hier nogmaals aan zijn volgelingen. Zijn vaart naar de Vader moest nu eenmaal gebeuren. Dus zouden de volgelingen alleen achterblijven, maar hij laat ze achter met profetische woorden. Lees je mee? Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, zelfs tot in de uiterste uithoeken van de wereld. Wauw, wat een belofte. Feitelijk belooft Jezus de discipelen hier een Lamborghini. Laat me even uitleggen. Een Lamborghini is een hele pittige sportwagen. En dan denk ik zo in mijn gedachten aan een felgroene Aventator SVJ, die van 0 tot 100 kan gaan in 2,8 seconden. Ja, die kan 350 km per uur rijden, mits je natuurlijk die vaart aan kan. Wat ik bedoel te zeggen is dat Jezus hier niet een fiets aan deze discipelen heeft beloofd. Integendeel, de trooster, deze begeleider, deze adviseur, die is machtig. En hij zou dan daarom een ongekende grootse impact hebben op deze discipelen. En wij mogen er dus ook van uitgaan dat de impact van de Heilige Geest in onze levens, in onze bediening, ook enorm groot zal zijn. Het cadeau dat wij ontvangen zal dus ook een grote impact hebben. Punt 2. De geest drijft voort. En ik zal het even uitleggen aan de hand van het verhaal van Othniel in Rechters of Richteren, afhankelijk van welke vertaling jij hebt, hoofdstuk 3, versen 9 en 10. Want wat wij daar zien is dat de Heilige Geest op een hele bijzondere manier in het leven van deze jonge rechter optreedt. Lees je mee? Hoofdstuk 3. Versen 9 en 10.
De Israëlieten riepen de Heer te hulp. En de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Otniel, een zoon van Kalebs jongere broer Kenaz. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kushan-Rissataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had volgens vers 11 het land rust, tot hij stierf. En ik kan het me nog goed herinneren hoe ik daar in 1995 op de Uithof in Utrecht rondliep en luisterde naar mijn toen ontzettend moderne Discman. Ik had daarin op dat moment herfst. Herfst, niet alleen om mij heen, maar herfst ook in mijn oren, want ik was aan het luisteren naar de vier seizoenen van Vivaldi. En het is toen, op dat moment, dat ik de geuren en de kleuren kon begrijpen, maar door een enorme windvlaag werd verrast, juist op het juiste moment in de muziek. Het was ongelooflijk leuk om dat zo mee te maken. En wat er toen gebeurde was, dat door deze windvlaag ik zo flink gedreven werd naar voren, zo naar voren werd gestuwd, dat ik wel moest oversteken. Gelukkig kwam er toen geen bus aan. Maar die woordstuwing, dat stel ik me zo voor. Die push dat de Heilige Geest kan geven om ook ons in te zetten voor Gods Koninkrijk. Al helemaal als je op de juiste manier toegerust wordt door dezezelfde geest, die weet waar hij jou naartoe drijft. En ik weet dat dat eng kan klinken. Maar het derde punt dat ik met jullie wil delen vandaag is dat de Heilige Geest blijft. De Heilige Geest blijft. En het is dankzij Lucas dat ik het kon bevatten. Dat zelfs in de dikste uitdagingen, zelfs de moeilijkste momenten, de Heilige Geest jou en mij niet in de steek zal laten. Want Matthäus die vertelt namelijk hoe Jezus door de Heilige Geest werd opgepakt en werd gebracht naar de woestijn. Marcus die vertelt het, dat de geest hem drijft, kijk daar heb je het weer, naar de woestijn. Maar Lucas die zegt het zo, in Lucas 4, versen 1 en 2. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. Het is dus in zijn meest pittige lijfelijke uitdaging voor het kruis, dat de Heilige Geest hem wel daar naartoe heeft gepusht, maar hem daar niet heeft verlaten. Integendeel. En het is misschien opvallend te weten dat niet eens Jezus aan zijn lot is overgelaten. Maar juist in die uitdaging, in die moeilijke periode, ook aangemoedigd, opgebouwd, ondersteund is. Ja, de Heilige Geest biedt ons, denk ik, een ingebouwde garantie dat Hij er zal zijn voor jou en voor mij, als Hij ons naar voren toe drijft. Want wij hebben in de Heilige Geest niet alleen een cheerleader en een ondersteuner en een helper. We hebben in de Heilige Geest één die er is, niet alleen die ons naar voren duwt. We hebben er één die ons toerust met talenten, momenten en een stem, maar die ook continu bij ons is, zodat we het verschil kunnen maken in zijn naam. Op de dag dat Jezus naar de hemel ging en het beloofde terug te komen, wisten de discipelen niet wat hun te wachten stond. Nee, ze vonden het ongetwijfeld spannend. Misschien vind jij het nu ook spannend. Nu dat ik zo heb verteld over de Heilige Geest. Misschien vind jij het heel eng te denken dat God jou een speciale taak wil geven. En daartoe jou daar de gaven voor geeft om die taak te kunnen vervullen. Maar ik beloof je dat de macht die de Heilige Geest wil investeren. En het woord drijven dat hij zal doen. Ook meteen een garantie is. Dat als jij je gavenpakket uitpakt en inzet, hij er zal zijn voor jou. Dus ik zou zeggen, pak gerust je cadeau uit. Je weet van wie het komt.
Amen.